Bram, leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandelaar. En deze week is het voor week nummer 25. En dat is van maandag 17 juni tot en met zondag 23 juni. De kaart schudt om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het er allemaal alsof deze week een week is waarbij er aandacht is. En ik heb het idee dat het vooral gaat over een stukje liefde, een stukje aandacht voor... In ieder geval iets doen met veel plezier. Iets doen waar je blij van wordt, waar je passie voor voelt. En ik heb echt het idee dat het een heel fijn, liefdevol stuk mag zijn. Waarbij je echt gezien en gehoord voelt. En ja, ook echt dingen wederzijds opgesteld worden. En ik heb het idee dat je dan ook echt wel het gevoel hebt dat je deze week gewoon de hoofdprijs gewonnen hebt. Om het zo maar te zeggen. En het kan natuurlijk ook letterlijk zo zijn. Maar vooral het gevoel, de positiviteit, de warmte, de aandacht, die lijkt deze week super belangrijk te zijn. Je geeft jezelf waarschijnlijk ook veel aandacht. Je geeft de ander aandacht. En dit krijg je gewoon weer terug. Je lijkt deze week gewoon echt op haar best in je gevoel te zitten. Je weet wat je wil, je gaat ervoor en je bent deze week echt aan het genieten. Al met al zou ik dus echt zeggen dat het een topweek gaat zijn. Die voor jezelf gewoon heel warm en liefdevol is. En dat kan natuurlijk wel betekenen dat er nog steeds dingen zijn die misschien wel wat tegenzitten. Maar je pakt de dingen gewoon op met liefde en warmte. En daardoor heb ik echt het gevoel dat het een hele dankbare, liefdevolle week voor je gaat zijn. Ik wil weer een korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.